Hartelijk welkom bij deze lezing in het kader van de Week van de Verpleging. Een bijzondere week, eigenlijk gekoppeld natuurlijk aan de dag van de verpleging, 12 mei, aanstaande zaterdag. En ons verpleegkundige convent van het UMC heeft daar maar even mooi een week van gemaakt. Nou, dat vind ik alleen al een hele verdienste. En ik vond het heel erg leuk toen ze mij vroegen of ik in die week wat wilde doen. Want ik had al eerder gezegd, het thema internationaal van de dag van de verpleging is Closing the Gap from Evidence to Action. Dus onze internationale vakvereniging heeft eigenlijk gezegd, laten we dit jaar eens even met z'n allen stilstaan bij de relatie tussen onderzoek en de praktijk. Dus vandaar dat ze dit thema hebben gekozen en ze hebben dat heel mooi uitgewerkt met die puzzel waarin je eigenlijk zegt van ja, we moeten als verpleegkundigen goed begrijpen waar het over gaat als we over evidence-based practice praten. We moeten onze bronnen van evidentie goed kennen, maar we moeten die evidentie niet op zichzelf beschouwen, die moeten we in actie brengen. En dan moeten we vooral de verbinding maken, de verandering in onze praktijken. Nou, ik vond het heel erg leuk om daarover na te denken en eigenlijk met jullie het komend half uur daarover van gedachten te wisselen. En ik doe dat onder de titel Lang leven de lijstjes. Oftewel, meten is weten of is meten moeten. En het zal zo meteen wel duidelijk worden waarom ik dat thema heb gekozen. Als het gaat over het overbruggen van de kloof tussen onderzoek en de praktijk. Als verpleegkundige zijn we heel veel van onze tijd bezig met het verzamelen van gegevens. Dat begint bij de opname, dat je heel veel informatie verzamelt, maar ook gedurende de opname. Maar ook als je op een dagbehandeling, een poli, het maakt niet uit waar je werkt, heel veel tijd ben je bezig met het verzamelen van gegevens. En daar gebruik je papier bij of een computer, allerlei bronnen, heel veel vragenlijsten, om een beeld te krijgen van wat de persoon die voor jou zit of in het bed naast jou, wat daarmee aan de hand is. Maar niet alleen gebruiken we daar allerlei vragen en vragenlijsten voor, we gebruiken daar natuurlijk ook allerhande instrumenten voor. Het meest voor de hand liggend is natuurlijk de thermometer, de bloeddrukmeter, de saturatiemeter, noem ze allemaal maar op. Maar de laatste jaren ook steeds meer andere instrumenten, zoals de pijnintensiteitmeter of een specifieke meter om de psychosociale toestand van mensen in kaart te brengen. Kortom, het verzamelen van gegevens, hoe we dat ook doen, is echt een heel belangrijk onderdeel van ons werk. En dat koppelen we aan, ja, wat we altijd zo mooi noemen, onze klinische blik. Uiteindelijk is onze klinische blik, hoe wij naar patiënten kijken, een hele belangrijke factor in het beloop van eigenlijk de situatie van die patiënt. En al die instrumenten gebruiken we om onze klinische blik te versterken. En vandaar dat sommige instrumenten meer gebruikt worden door heel beginnende verpleegkundigen en andere juist weer door meer ervaren verpleegkundigen. Het gebruik van instrumenten en het verzamelen van gegevens, daar kun je iets over vinden in de beroepscode. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, wie kent de beroepscode van VNV? Gelukkig, toch wel wat mensen. Op 8 maart hield ik een lezing voor 800 verpleegkundigen. En toen vroeg ik het ook, wie kent de beroepscode? En toen was er ongeveer evenveel handen als nu. Dus ik ben echt positief gestemd over jullie, want dat geeft toch aan dat het hier meer dan gemiddeld is. En in die beroepscode staat eigenlijk heel uitdrukkelijk dat je als verpleegkundige of verzorgende heel goed nadenkt over de gegevens die je verzamelt en wat je daarmee doet. En wat ik zelf een hele belangrijke vind, is dat je eigenlijk ook alleen maar gegevens verzamelt die je echt nodig hebt voor jouw specifieke patiënt om de zorg richting te geven. Het is wel eens aardig om naar je eigen anamnese of naar de eigen gegevens die je dagelijks verzamelt te kijken met deze bril. En dan eens te bedenken hoeveel procent inderdaad echt daaraan voldoet. De afgelopen 20 jaar is er eigenlijk in ons vak een hele sterke ontwikkeling gekomen van evidence-based practice. De wetenschappelijke onderbouwing van ons handelen, van ons denken. Ik denk dat er weinig mensen meer zijn die evidence-based nursing, die daarvan zeggen, nou, daar heb ik nog nooit van gehoord. Sowieso iedereen die de laatste 10 jaar, denk ik, van de HBOV is gekomen, is daarmee opgegroeid. En ook veel mensen in de praktijk hebben inmiddels scholingen, komen het in vakbladen tegen. Het maakt niet uit, het is een term die heel, eigenlijk voor de meeste mensen wel bekend is geworden.
En als je nou kijkt wat evidence-based practice, dat is evidence-based nursing, gaat dus over de onderbouwing van onze praktijk. En in dat kader, dus dat is eigenlijk de weerslag van heel veel werk van verpleegkundigen die een wetenschappelijke carrière zijn ingegaan. En als je nou kijkt naar de resultaten daarvan en de plek daarvan in ons dagelijks handelen. Als ik dat aan verpleegkundigen vraag, dan zeggen heel veel ja. Als ik dan zeg, doe je iets, kan je in je eigen praktijk iets aanwijzen wat voort is gekomen uit evidence-based practice. Of waaraan jouw handelen duidelijk gestoeld is op evidentie. Dat vinden mensen vaak best moeilijk. Tegelijkertijd, als je kijkt naar de dagelijkse praktijk, als ik een willekeurig ziekenhuis binnenga, dan kom ik daar heel veel voorbeelden van tegen. En vooral ook veel voorbeelden die een plek hebben gekregen in die gegevensverzameling. Denk bijvoorbeeld aan instrumenten als de snak en de must. Weliswaar niet direct door verpleegkundigen ontwikkeld, maar wel eigenlijk instrumenten die het verpleegkundig handelen meer onderbouwd moeten maken. Want die moeten namelijk ons helpen om die klinische blik te versterken op wie er nou kans op ondervoeding heeft en wie niet. Pijnintensiteitmeter, ik noemde hem al. Op heel veel plekken gewoon een vanzelfsprekendheid, dat je de pijn meet. Nou, echt iets wat is voortgekomen uit wetenschappelijk onderzoek en wat een weg heeft gevonden naar de klinische praktijk. Risico-instrumenten voor decubitus. Er zijn er verschillende en op heel veel plekken zitten ze gewoon in de standaard anamnese. Instrumenten om valrisico vast te stellen. Soms hele lange vragenlijsten, terwijl de evidentie inmiddels al lang laat zien dat één vraag voldoende is, namelijk bent u in de afgelopen maanden gevallen. Nou, last but not least, de schaal waar ik zelf 10 jaar geleden op gepromoveerd ben, de delirium observatie screening schaal. Een schaal die ook op allerlei plekken in de praktijk geland is en waar mensen heel vaak niet eens meer bij nadenken als het gaat over evidence-based practice. Dus heel veel resultaten van evidence-based practice hebben ze weggevonden naar onze praktijk via dit soort instrumenten. Misschien wel zoveel dat dat ook bij een heleboel verpleegkundigen wel flinke weerstand is gaan oproepen. Heel veel mensen hebben de associatie met dit soort lijsten als al die lijstjes die ik altijd maar moet invullen en die me eigenlijk weghouden bij de patiënt. Dat is zelfs zo erg dat een aantal jaar geleden het Landelijk Expertisecentrum Verpleging en Verzorging, wat inmiddels is opgegaan in verpleegkundigen en verzorgende Nederland, een congres organiseerde met de titel Doorbreek de meetlast. Omdat heel veel verpleegkundigen zoiets hadden van als ik niet oppas, ben ik dadelijk alleen nog maar lijstjes aan het aanvinken. En ik wil gewoon goed met patiënten bezig zijn en wat heb ik dan aan al die lijstjes. Ik denk dat daarbij ook een rol speelt dat een aantal van die lijstjes inmiddels omarmd zijn door de inspectie. Ik kom daar zo meteen op terug. En dat ze dus niet in onze praktijk zijn geland, omdat wij als professionals dat een belangrijk hulpmiddel voor onze praktijkvoering vonden. Nee, er waren anderen die eigenlijk vonden dat wij maar eens goed moesten registreren hoeveel van onze patiënten decubitus risico hebben, hoeveel risico op ondervoeding hebben, hoeveel risico op delirium. Kortom, dat zou een rol kunnen spelen. Daar moeten we nog maar eens even over nadenken. Hoe je het ook bent of keert, de meeste mensen die in de verpleging gaan, die als je aan hen vraagt van waarom ben je nou ooit in het vak gegaan of waarom ben je in het vak gebleven, die zeggen toch altijd van ik wil gewoon iets voor mensen betekenen. Ik wil mensen helpen die in niet al te goede toestand zijn. Ik wil iets betekenen. En hoe verhoudt zich dat nou tot zoiets als abstract, als evidence-based practice? Krijg je dan dit? Krijg je dan zoiets van, ik wil goed verzorgd worden, maar wel volgens de laatste inzichten? Nee, absoluut niet, lijkt me. Maar is dan de vraag, als je meetinstrumenten gebruikt en steeds meer eigenlijk probeert die praktijk te objectiveren, is dat dan wat dichtkomt bij ook de ambities van mensen in het vak? Nou, daar gaan we maar eens even naar kijken. Is meten weten? Ik doe dat aan de hand van een voorbeeld wat heel dicht bij mijn eigen interesse ligt. Iets waar ik jaren geleden mee begonnen ben en waar nog steeds een belangrijke driver voor mij zit. En dat is namelijk de zorg voor patiënten met een delirium. Jaren geleden, 2005 als ik me goed herinner, bracht de inspectie dit rapport uit. De inspectie was bij een aantal ziekenhuizen op bezoek geweest om te kijken hoe het stond met de zorg voor patiënten met een delirium. En dat rapport, daar kom ik zo nog wat op, was niet heel positief.
En waarom ging de inspectie zich daar nou mee bezighouden? Misschien nog even voor de mensen die het niet helemaal scherp hebben. De diagnose delier is een DSM-diagnose, een diagnose uit de psychiatrie. Maar één die vooral gesteld wordt in het algemeen ziekenhuis en in de thuissituatie, minder in de psychiatrie. Het is een stoornis die ontstaat bovenop over het algemeen een lichamelijk probleem. Vandaar dat we dat in de ziekenhuizen veel tegenkomen. En de inspectie ging zich daarmee bezighouden, omdat het heel veel voorkomt. Ik zeg altijd, als je je bedenkt dat het, als het alleen maar over 70-plussers gaat, dat het ongeveer 110 tot 140 mensen per dag treft, die gewoon naar een ziekenhuis gaan omdat ze iets gebroken hebben, omdat ze geopereerd worden of omdat ze een behandeling moeten ondergaan. Nou, dan is dat een enorme groep. Nou zijn er heel vaak verpleegkundigen die denken, ja, maar goed, ik heb geen ouderen op mijn afdeling, dus dit gaat niet over mij. Maar dit zijn alleen de getallen over ouderen. Ook juist bij baby's, bij kinderen komt het heel veel voor. En ook bij volwassenen van middelbare leeftijd en zelfs jongvolwassenen kan het in extreme situaties heel veel voorkomen. Denk aan de intensive care. Daar weten we dat meer dan de helft van de patiënten delirant wordt. Dus het is niet leeftijdgebonden, maar de inspectie richtte zich specifiek op die ouderen en die zei, dit komt zo ontzettend veel voor, daar moeten we wat mee. Niet alleen komt het heel veel voor, maar het heeft ook echt heel veel impact. Want ja, als mensen zo'n delier ontwikkelen, dan gaan ze slechter functioneren, ze liggen langer in een ziekenhuis, ze gaan vaker naar een verpleeghuis, ze kosten meer geld, ja zo is het ook. Maar last but not least, ze hebben ook een sterk verhoogde kans om te overlijden. Het heeft ook heel veel impact. En in dat rapport van de inspectie uit 2005, zei ik net, daar kwam eigenlijk naar voren dat we dat als ziekenhuizen helemaal niet goed doen. We herkenden het te weinig, we zagen te weinig bij wie het een probleem was. En we gebruikten te weinig instrumenten om goed in beeld te krijgen welke patiënten risico hebben en of patiënten misschien een delier hebben. Het goede nieuws was overigens wel dat we gelukkig niet zoveel vrijheidsbeperking toepasten, toen al in die tijd. Als je kijkt naar de wetenschappelijke kant van de zaak, dan was iets in diezelfde tijd, iets daarna, was al een heel duidelijk artikel in de JAMA, wat zei, ja, dat die zorg voor een delier is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Het belangrijkste is dat je het voorkomt. En als je het niet kan voorkomen, dan moet je het vroeg signaleren. En als je dat niet lukt, of als dat lukt, dan kun je het probleem vaststellen, kun je de oorzaak behandelen en de symptomen bestrijden. Evidence-based practice. Als je naar dat voorkomen kijkt, dat was al in 1999 aangetoond in Amerikaans onderzoek, dat dat eigenlijk gewoon goede verpleegkundige zorg is. Namelijk zorgen dat mensen voldoende, dat ze niet uitdrogen, dat ze voldoende vocht hebben, dat ze voldoende te eten krijgen, goed te eten krijgen, dat ze niet onnodig in bed blijven liggen, dus geen onnodige bedrust, dat ze goed slapen, dus een goed dag-nachtritme, dat hun stoelgang en hun uitscheiding op orde is, dat ze zich kunnen oriënteren in tijd, maar ook gewoon dat ze goed kunnen horen, kunnen zien wat de bedoeling is en dat ze een beetje grip op de situatie houden. Nou, ik zeg altijd, je kunt het allerlei manieren benoemen, maar ik noem dat gewoon goede verpleegkundige zorg. Dat is gewoon basis verpleegkundige zorg om goed voor mensen te zorgen. En daarmee kun je al een derde van die delieren voorkomen bij ouderen. Een derde. Nou, dat is als je, ik zeg altijd, als de Albert Heijn dit soort getallen zou horen en daarmee zeg maar zijn kwaliteit met een derde kan verhogen, dan zou dit onmiddellijk bij al zijn medewerkers tussen de oren brengen. Maar op een of andere manier in de gezondheidszorg is dat ingewikkelder. Naast die preventie, ik zei net al, moeten we heel goed met elkaar blijven kijken naar patiënten. Dus vroegtijdige signalering, goed kijken naar mensen, dat is een belangrijk onderdeel als je evidence-based wil werken bij patiënten met een delier. En dat is ook precies de reden dat ik in de tijd dat ik verpleegkundig specialist bij de geriatrie was en ik dus op alle afdelingen rondkwam en eigenlijk vooral in consult kwam bij mensen met een delier, dat was ook precies de reden dat ik het onderzoek ben gaan doen wat ik heb gedaan. Want als ik dan bij zo'n patiënt kwam die niet zelden in zo'n toestand in bed lag, dan vroeg ik aan de verpleegkundige, heb je nou helemaal niks gezien de afgelopen dagen? En dan zei die verpleegkundige, ja, tuurlijk wel. Dat ging niet goed. Hè, het was een soort gevoel van, nou, die meneer of die mevrouw, dat gaat helemaal niet lekker. En ik had het al een keer tegen de arts gezegd, maar die deed daar eigenlijk niks mee.
Dus mijn reden om dat onderzoek te starten, want ik was niet alleen verpleegkundig specialist, maar ik was ook onderzoeker, was om die klinische blik van die verpleegkundige te objectiveren. Dus eigenlijk om een instrument te maken waarmee dat wat die verpleegkundige zag in maat en getal kon uitdrukken wat het probleem was. En daarmee eigenlijk die verpleegkundige iets in handen te geven om meer sturing te geven aan die vroegtijdige signalering. Nou, dat heeft de delirium observatie screeningschaal opgeleverd. Ik zei het al, ik vroeg aan die verpleegkundige, zag je niks? Nou, die zag van alles. En die schaal, daar ben ik eigenlijk de afgelopen jaren nog altijd mee bezig geweest. Die is inmiddels op allerlei manieren verder onderzocht. Ik vind het ook altijd wel leuk om te vertellen dat hij in heel veel talen is vertaald. Van Italië tot Turkije tot China, natuurlijk Amerika. En dat ik heel vaak uit die landen heb teruggekregen dat verpleegkundigen zoiets hadden van, nou, dat moet wel een schaal zijn die door een verpleegkundige bedacht is. En waarom zei ze dat? Omdat het heel dicht bij hun praktijk aansloot. En ze ook wel eens met instrumenten in hun praktijk werden geconfronteerd die wat minder aansloten. Maar goed, je hebt een instrument en de reden was denk ik heel duidelijk. Dat instrument is ook in het VMS-programma terechtgekomen. Ik denk bij de meesten hier wel bekend. Het veiligheidsmanagementsysteem, waar ook een apart thema in zit voor de oudere patiënt en waarmee we als ziekenhuizen, maar ook als beroepsvereniging van verpleegkundigen aan de toenmalige minister hebben beloofd dat we aan het eind van 2012 onze vermijdbare schade met 50% reduceren. 50% minder delieren dus ook. Want in wezen kun je een deel daarvan als vermijdbare schade benaderen. We hebben de instrumenten, we hebben de kennis. De inspectie heeft er inmiddels een indicator van gemaakt sinds 2010. En wat vraagt de inspectie dan aan de Raad van Bestuur? Die zegt van, heeft u een multidisciplinair protocol voor delirium? En heeft u een specifiek protocol voor de intensive care? Ze vragen of wij gespecialiseerd personeel hebben dat 24 uur per dag beschikbaar is voor consultatie en behandeling van een delier. Ze vragen of wij als ziekenhuis weten hoeveel van onze patiënten een verhoogd risico hebben. En ze vragen welke afdelingen er structureel gescreend wordt op het risico van delirium. Nou ben ik benieuwd of jullie enig idee hebben. Deze indicator, die moeten ziekenhuizen dus ieder jaar opgeven. Denken jullie dat de meeste ziekenhuizen positief scoren op deze indicator, dat ze dat goed doen? Het antwoord is dus dat Marjan zegt van, ik denk van wel, omdat ik het op allerlei plekken tegenkom en eigenlijk ook een soort inktvlekwerking is ontstaan waarin die kennis wordt doorgegeven. Er waren ook mensen die zeiden nee. Kan iemand zeggen waarom die dacht nee? Pauwfie misschien? Dus de nee komt vooral voort uit de gedachte van, ja, die laatste vraag, ja, zouden we dat nou allemaal weten? Nou, het interessante is dat ik toevallig recent hoorde dat inderdaad de meerderheid van de ziekenhuizen hier heel positief op scoort. Maar wat ik mij dan altijd afvraag als ik dat hoor en ik kijk naar die criteria. Als deze mevrouw nou in een willekeurig ziekenhuis in Nederland opgenomen zou worden, zou er dan inderdaad gescreend worden bij opname? Nou, het antwoord is waarschijnlijk ja, want zeker met het EPD. Ik ken van verschillende ziekenhuizen, daar zitten de VMS-vragen in het EPD. Die worden allemaal keurig aangevinkt. Het zou best wel kunnen. Dus we weten dan waarschijnlijk ook hoeveel patiënten positief scoren op het risico van delier. Ik weet het, ik heb toevallig voor DIAC pas de getallen gezien. Dat weten ze precies. De volgende vraag, wordt daar dan ook iets mee gedaan? Wordt er dan systematisch die mevrouw, dus stel deze mevrouw wordt opgenomen, bij opname wordt gescoord, ja, ze heeft verhoogd risico op het delier, komt netjes in de IGZ-indicator. Heeft ze nou ook andere zorg dan haar buurvrouw die geen risico scoort? Dat vraag ik mij ten zeerste af. En als ik naar de praktijk kijk waar ik zo rondloop, dan moet ik eerlijk gezegd constateren dat in heel veel gevallen er bij opname van alles gescoord en dat zit allemaal keurig in de systemen, maar dat de daadwerkelijke zorg daar nog niet mee veranderd is. Dat is geen Nederlands probleem. Dat is geen probleem waar wij alleen mee te maken hebben. In 2008 verscheen er een studie met een, wat ik altijd een hele mooie, interessante titel vond. Caring for Hospitalized Older Adults at Risk for the Delirium. The Silent Unspoken Piece of Nursing Practice.
Dit was een kwalitatieve studie uit Australië, als ik mij goed herinner, waarbij ze met heel veel verpleegkundigen hebben gesproken over de zorg voor delirante patiënten. En wat er eigenlijk uitkwam was dat die verpleegkundigen zeiden, ja, we willen wel en we zien het probleem best wel. Maar ja, zoveel weten we er ook weer niet van en we hebben heel weinig tijd en niemand vraagt ernaar. Want eigenlijk in onze omgeving, lees de afdelingsleiding, lees de medici, zit niemand te wachten op de problemen van ouderen. En als wij aangeven dat iemand een verhoogd risico heeft op een delier en we daar al dan niet iets mee doen, dat maakt niet uit. En ik denk dat dat een werkelijkheid is die niet alleen voor die verpleegkundigen in die studie gold, maar dat het op heel veel plaatsen zo is. Dus als je nou terugkijkt naar evidence-based practice in de verpleegkundige zorg voor delirium, dan denk ik, nou die risico-inschatting, ik denk dat het wel klopt wat de inspectie zegt, dat het op heel veel plekken wel gebeurt. Gewoon omdat het EPD ons dat voorschrijft, als die vragen van het VMS erin zitten, dan doen we dat. Ik denk dat er ook best nog wel op aardig wat plekken bij risicopatiënten een DOS wordt ingevuld. Maar doen we nou echt iets aan preventie, aan monitoring, aan gerichte interventie bij doelgroepen? Nou, dat kun je je afvragen, terwijl daar ook inmiddels best wel de nodige evidence is. Nou heb ik dat over delirium gezegd, maar eigenlijk zou ik een heel groot deel van datzelfde verhaal kunnen houden over decubitus of medicatieproblemen of over wondverzorging of over pijn, over handhygiëne, over scheren, over allerlei onderwerpen waar verplegingswetenschappers en andere wetenschappers zich de afgelopen 20 jaar mee bezig hebben gehouden als het gaat over onze verpleegkundige praktijk. Heel veel van die bevindingen hebben bijvoorbeeld geleid tot screeningsinstrumenten. Ik denk dat die relatief goed geland zijn in de praktijk. Maar ik vrees inderdaad niet zozeer vanuit professionele motieven, maar vooral toch inspectiegedreven, managementgedreven, ik weet niet wat. En minder gedreven vanuit onze eigen professionaliteit. Want heel veel van de bevindingen die na de risicoscreening komen, die zijn toch naar mijn idee minder structureel geland. En hoe werkt dat nou? Vorig jaar is Jitte Hogeduin bij mij gepromoveerd. Die heeft gekeken naar welke ouderen nou een verhoogd risico hebben op het ontstaan van functieverlies als ze in het ziekenhuis worden opgenomen. En zij heeft eigenlijk ontdekt dat je, als je 4 simpele vragen bij opname stelt, dat je heel goed een hoog risicogroep kan selecteren. En dat zijn de volgende 4 vragen. Opleiding, hulp bij het reizen, gebruik van een hulpmiddel en of mensen voor opname hulp hadden. Hier in het ziekenhuis werd het ook geïmplementeerd en ik kreeg op een gegeven moment de opmerking van een aantal verpleegkundigen. Die zei, ja, weet je, helemaal leuk, maar die ene vraag gaan we niet stellen. Oh, welke vraag dan niet? Ja, je gaat toch niet vragen aan mensen welke opleiding ze hebben? Toen zei ik ook, nou, gelukkig hoef je dat in de meeste gevallen ook niet. Je moet dit soort dingen allemaal niet al te letterlijk gaan vragen. Of ze een loophulpmiddel hebben, dat zie je meestal al wel als ze binnenkomen. En een aantal andere dingen komen uit het verhaal vanzelf naar voren. En zo'n opleiding, in 9 van de 10 gevallen, als je gewoon een opnamegesprek hebt gedaan, weet je al of mensen na de basisschool echt nog hebben doorgeleerd of niet. Dus ik snap best, sterker nog, ik zou ook niet willen dat je dat op die manier allemaal even letterlijk vraagt. Maar door maar gewoon op voorhand te zeggen, als ik dit niet hoef, dus als een inspectie mij dit niet oplegt, dan ga ik dat niet vragen, want ik vind dat een stomme vraag. Dat geeft eigenlijk al iets aan van wat ik altijd noem de enorme eigenwijsheid in ons vak. Want het feit dat die vraag zo ontzettend belangrijk is, is niet zo heel vreemd als je naar dit soort getallen kijkt. We weten gewoon uit heel veel onderzoek dat het ontstaan van problemen in de functionaliteit van mensen en het risico daarop heel erg samenhangt met hun sociaal-economische status. Ja, je kunt ook mensen naar hun inkomen vragen. Dat is nog iets ingewikkelder. Sociaal-economische status is een beetje de fit van opleiding en inkomen. En door naar opleiding te vragen, selecteer je over het algemeen die groep in die lichtblauwe staven. En dat is de risicogroep in heel veel gevallen als het gaat over problemen in het ziekenhuis. Dus door gewoon op voorhand zo'n vraag te disqualificeren waar ja, hele goede onderbouwing voor ligt, dat geeft denk ik al een beetje aan waar het wringt tussen de bevindingen uit onderzoek en de implementatie in de praktijk. Als er een driver van buiten is, doen wij heel veel.
Maar een eigen professionele driver, daar kunnen we best nog wel wat aan doen. En dat is ontzettend jammer, want de naamgever van de Dag van de Verpleging, Florence Nightingale, die schreef al in 1859 dat wat wij doen van grote invloed is op de loop der ziekte. En dat is een waarheid als een koe. Want als verpleegkundigen niet tijdig problemen signaleren en niet hun klinische blik al dan niet ondersteund met allerlei instrumenten inzetten om ook daadwerkelijk iets voor die patiënt te veranderen, dan heeft dat heel veel invloed op niet alleen de kwaliteit van de gezondheidszorg, maar ook op de kwaliteit van leven van patiënten. En het interessante is, als je bedenkt dat in de tijd van Florence Nightingale de geneeskunde relatief eenvoudig was, ineffectief. Hè? Mensen werden gewoon dagen, weken voor de meest onnozele dingen in een bed gelegd, maar toch nog relatief veilig. En nu kunnen we in de gezondheidszorg ontzettend veel. Het is heel ingewikkeld, heel effectief wat we doen, maar ook daarmee potentieel gevaarlijker. En daarmee wordt de impact van wat wij doen eigenlijk belangrijker. Kortom, er is eigenlijk helemaal geen tijd meer om te zeggen wat wij doen, doen wij zoals wij dat willen. En als de evidence zegt dat we iets zouden moeten doen, ja, dan doen we het alleen als de inspectie vindt dat we het moeten nemen. We zouden daar echt serieus naar moeten kijken. En helemaal als je bedenkt, nou ja, goed, het is een thema waar ik, wat iedereen kent, de vergrijzing komt op ons af. En daarbinnen, ik vind dat zelf heel interessant, vooral de groep 80-plussers groeit heel erg. En daarmee wordt de complexiteit van wat wij doen nog groter en de impact daarvan. En als je dan ook nog dit soort plaatjes daarnaast zet, die zal ik even toelichten, want dat is een iets ingewikkelder plaatje. Dan zie je hier de levensverwachting van mannen in 89 en hier 10 jaar later. En hier die van vrouwen en 10 jaar later. En dan zie je dus dat we met z'n allen ouder worden. Maar je ziet ook dat die blauwe delen, die zijn in 10 jaar flink groter geworden. En die blauwe, die donkerblauwe delen, die zeggen iets over onze levensverwachting in ziekte. En dan zie je bij vrouwen dat die in 10 jaar zijn er ruim 2 ziekenjaren bijgekomen, 2,5. Bij mannen zelfs nog veel meer. Kortom, mensen worden niet alleen ouder, er zijn er ook nog veel meer van, maar we leven met z'n allen veel langer met allerlei aandoeningen. En dat heeft natuurlijk heel veel impact op wat wij als verpleegkundigen in onze dagelijkse praktijken tegenkomen. Kortom, het is alle tijd om echt die kloof te gaan overbruggen en de kennis die beschikbaar is niet alleen te gebruiken omdat het moet, omdat anderen tegen ons zeggen, vink af hoeveel risico patiënten je hebt. Nee, doe er wat mee. Sterker nog, ik heb nog even een stukje ertussen. Eigenlijk die gedachtenlijn van, we moeten daar wat mee. We moeten dat gat overbruggen en we moeten iets gaan doen ook met die praktijk. Is ook een van de drijfveren geweest achter het grote project VNV 2020. Ik weet niet wie daarvan gehoord hebben, maar dat is eigenlijk een project geweest van in opdracht van het ministerie hebben een hele grote groepen mensen nagedacht over de toekomst van ons vak. En dat heeft geresulteerd in nieuwe beroepsprofielen die in 2020 in moeten gaan. En die beroepsprofielen die heb ik 2 maanden geleden aan de minister en aan Marianne Kaljouw als voorzitter van onze beroepsvereniging mogen aanbieden. Ik zat in de stuurgroep van die beroepsprofielen. Maar daar hebben vooral ook heel veel mensen uit de praktijk aan gewerkt. En eigenlijk wat heel bijzonder aan die beroepsprofielen is dat daar een heel expliciete keuze is gemaakt om na 2020 het beroep van verpleegkundige echt te koppelen aan een hbo-opleiding. En wij zijn niet het enige land waar dit nu een heel heet hangijzer is. Eigenlijk zie je in de hele westerse wereld het debat rondom eigenlijk de toenemende vraag naar zorg, de toenemende complexiteit van de zorg, de toenemende discussie over hoe zorgen we nou dat wat we weten ook echt een plek krijgt in de praktijk. En eigenlijk zie je op heel veel plekken dat daar dus de consequentie aan wordt gekoppeld. We moeten ook wat met het opleidingsniveau doen. Dat was even een zijpaadje. Een ander belangrijk punt wat in die beroepsprofielen staat en wat heel erg, denk ik, samenhangt met het overbruggen van dat gat, is dat we veel meer moeten gaan sturen op de resultaten van onze zorg. Dat we als verpleegkundigen onszelf verantwoordelijk moeten maken, niet om bij opname te registreren. Ik zeg altijd in wezen, interesseert het me niks wat je vastlegt, als het resultaat maar goed is. Als je maar inderdaad
Want leuk om te weten hoeveel mensen risico op delier hebben. Ik vind het persoonlijk veel interessanter om te weten hoeveel mensen nou een delier krijgen. En hoeveel niet. En zolang je dat soort, dus eigenlijk het resultaat, zolang je dat niet in kaart hebt, kun je afvragen, doen we wel de goede dingen? Kortom, lang levende lijstjes, meten is weten. Ik denk, als een lijstje alleen maar iets aanvinken is bij opname, dan zou ik een hele goede oplossing mee hebben, namelijk in elkaar frummelen en in de prullenbak gooien. Dus met ACE is iets lastiger, maar als je eigenlijk alleen maar registreert voor anderen en niet voor je eigen zorgverlening, nou, dan is dat wat mij betreft de beste oplossing met de registratie. Moeten we dan niks meer registreren? Tuurlijk wel. Ik denk dat je juist echt heel veel van die instrumenten zou moeten inlijven in je praktijk om vooral je zorg te verbeteren. En tegelijkertijd, ik vond het een hele mooie term, die heb ik in Amerika geleerd, moeten we ook heel kritisch blijven kijken welke gegevens verzamelen. Het stond al in onze beroepscode. Welke gegevens verzamelen en wat is de kwaliteit ervan? Want een van mijn onderzoekers zit nu in Amerika en die zegt ook altijd, nou, zo moeten we het zeker niet willen. Hij was in ziekenhuizen waar verpleegkundigen 40% van hun tijd besteden aan registreren. En dan krijg je dus dit. Je krijgt heel veel informatie die eigenlijk niks zegt. En dat heet drip. Ja, is meten nou weten? Nou ja, ik denk meten, ik zei het al, mijn motief om ooit onderzoek te gaan doen en een meetinstrument te ontwikkelen, was eigenlijk vooral om ons eigen klinische blik te objectiveren en ons eigen handelen beter te onderbouwen. En in dat opzicht denk ik dat je als je informatie verzamelen en meetinstrumenten gewoon gebruikt als hulpmiddel om een bepaald resultaat te behalen, dan heeft het zin en anders helemaal niet. En als je zeg maar vanuit je klinische expertise op een gegeven moment dat instrument niet meer nodig hebt, dan is het alleen maar mooi. Goed, om een afronding te geven aan het verhaal van eigenlijk de week van de verpleging en het overbruggen van de kloof tussen theorie en praktijk, is er volgens mij iets heel hard nodig in ons vak en dat is leiderschap. En ik denk dat er heel veel leiderschap is. Ik vind een voorbeeld van het verpleegkundig convent, wat zich heel erg richt op de kwaliteit van de zorgverlening, een echt een heel belangrijk instrument om als verpleegkundige te benutten in die ontwikkeling. Ook een beroepsvereniging. Het verwondert mij nog steeds dat heel veel mensen daar geen lid van zijn. En dan krijg ik altijd het verhaal, ja, maar dat kost een paar tientjes. En dan denk ik, een paar tientjes? Bij medici is dat honderden euro's en toch is iedereen daar lid van. Waarom? Omdat je via een beroepsvereniging dit soort informatie snel tot beschikking hebt en eigenlijk ook de krachten kan bundelen om juist aan te geven aan een inspectie, hartstikke leuk hoor, om risico te screenen. Maar wat hebben we eraan als we eigenlijk niks doen met de resultaten daarvan? Kortom, leiderschap is naar mijn idee een echt een ontzettend belangrijk thema in ons vak. Er liggen heel veel uitdagingen naar de toekomst. Ook hele mooie kansen. Ik denk eigenlijk, als ik eerlijk ben, in de afgelopen 20 jaar zijn eigenlijk de beelden over de verpleging nog nooit zo gunstig geweest. En de mogelijkheden over wat wij zouden kunnen. Nu is de uitdaging om het waar te maken. En ik denk dat eigenlijk het beeld van het UMC, dat we verpleegkundigen nodig hebben die met kennis van zaken, hart voor de zaak, oplossingen zoeken voor moeilijke problemen, dat dat heel goed past bij het beeld van de week van de verpleging. Ik zou iedereen willen danken voor de aandacht en eigenlijk vooral jullie willen uitnodigen om met dit verhaal terug te gaan naar je eigen plek en te kijken wat je daarmee kan doen. Want we hadden het van tevoren al over. Ik zei vanochtend tegen iemand, nou, ik ben blij als er 10 mensen zijn. Alles wat daarboven is, vind ik geweldig. Nou, gelukkig zijn het er meer dan 10. En tegelijkertijd, als ik eerlijk ben, we weten hoeveel verpleegkundigen er in het UMC werken, blijft het toch echt, vind ik, heel erg schrikbarend hoe weinig mensen dit soort lezingen bijwonen. En ook nog dat het, ja, eigenlijk denk ik, ik ben blij dat de camera aanstaat. Ik hoop dat we daarmee nog een boel collega's kunnen bereiken. Want eigenlijk zou ik deze boodschap veel breder willen geven. Dank jullie wel in ieder geval dat jullie er zijn. En ik zou het leuk vinden om nog wat reactie hierop te krijgen. En misschien ook suggesties. Want naar mijn idee ligt ook voor het convent hier een hele mooie taak. Om juist dat leiderschap op die inhoud en die verbinding naar die kwaliteit van zorg nog verder handen en voeten te geven. En volgens mij is dat ons aller verantwoordelijkheid.
Grote stilte. Reacties. Zijn er ook mensen die zeggen, onzin, ik ben het er gewoon niet mee eens? Laat ons lekker de lijstjes zo invullen. De vraag is, zou het uitmaken of je de lijstjes meer individueel zou toepassen, wanneer het van toepassing is in plaats van structureel? Nou ja, ik denk, dus het past heel goed bij mijn uitgangspunt, ik denk altijd, je moet ze beschouwen als instrumenten, net als een bloeddrukmeter of een thermometer. Kijk, ik kan als verpleegkundige, als iemand blossen op de wangen krijgt, kan ik ook wel bedenken dat die temp aan het ontwikkelen is. En toch pak ik even een thermometer om het zeker te weten. En om er een waarde aan toe te kennen waarmee ik kan bepalen of ik nou wel of niet iets moet doen. En of ik misschien iemand anders daar ook over moet informeren. Ik denk dat heel veel instrumenten op diezelfde manier benaderd zouden kunnen worden. En dat je inderdaad bij risicopopulaties gewoon structureel dingen, net zoals dat je zeg maar structureel bij sommige mensen temperatuur, omdat je weet dat die een hoog risico op koorts hebben. En ik denk dat weinig dingen zinvol zijn, ik kijk toch ook maar even naar de beroepscode, om bij alle mensen altijd te meten. Sterker nog, dat is natuurlijk ook aangetoond bij het hele verhaal van postoperatief tempen. Dat deden we vroeger ook 3 keer per dag, 3 dagen lang. Dat is al lang aangetoond dat dat natuurlijk volkomen achterhaald is. Dus ik ben het met je eens dat het heel belangrijk is dat je instrumenten bij de goede patiënten op het goede moment gebruikt. En daar is dus juist die professionele deskundigheid heel erg belangrijk, dat je wel weet wanneer je het wel moet doen en wanneer niet. Andere vragen of reacties? Dat wil je niet. Nee, maar ik ben het helemaal met je eens. Hier wordt inderdaad ook gezegd van heel veel mensen, je kunt zeggen, gooi de lijstjes weg. Maar heel veel mensen vullen ze wel in, maar ze doen er dus niks mee. En ze doen het alleen omdat jij het nog een keer onder hun aandacht brengt. En dat is denk ik precies het probleem. Dat eigenlijk al die dingen ontwikkeld zijn om juist sturing te geven aan je professionele handelen. Want waarom meet je pijn? Niet om een getal in een dossier te zetten. Dat meet je om tijdig te kunnen anticiperen en preventief stappen te kunnen nemen als je ziet dat die oploopt daar waar je juist verwacht dat die stabiliseert. Omdat je doelen hebt met een bepaalde patiënt. En ik denk dat daar, dat op het moment dat je inderdaad het lijstje eigenlijk alleen maar ziet of het nou een pijninstrument is of een ander lijstje, alleen maar ziet als iets wat in een dossier gezet moet worden. Maar dat geldt, vind ik, voor een bloeddruk precies hetzelfde. Als je niet zelf weet waarom je die meet en wat je met die informatie in het kader van ja, eigenlijk toch het beloop bij je patiënt moet doen, ja, dan vraag ik me af, waarom meet je hem dan? Want dan ben je aan het handelen om het handelen, zonder dat je zelf, ik zeg altijd van toen ik ooit de verpleging inging, hadden we allemaal van dat soort dingen. Iedereen moest bij opname gewogen, een hele riedel van die dingen. En er is steeds meer duidelijkheid gekomen over wat nou wel zin heeft en wat niet. En ik denk altijd, als je niet blijft nadenken, dan heb je toch het verkeerde vak gekozen. Nou, er wordt gezegd, de inspectie vraagt dat van ons. En dat is natuurlijk precies het punt waardoor de LEVV op een gegeven moment zei, doorbreekt de meetlast. En ik zei altijd, ja, die mensen bij de inspectie, die weten ook niks beters. Die moet je ook helpen om te zeggen van, joh, heel leuk. Want eigenlijk het enige wat zij doen, zij zijn gewoon op zoek. Zij hebben de opdracht van onze overheid om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken. Zodat ik als patiënt en financiers weten hoe de kwaliteit ergens is. Ja, dan moeten ze ook maar iets nemen. En zolang zij vanuit de professionele kant geen weerwoord krijgen van jongens, dit heeft helemaal geen zin. Want als je iets wil weten over de toestand van de pijn bij patiënten, dan moet je niet eenmalig iets meten, maar dan moet je het beloop meten en dan moet je daar zeg maar een norm in stellen. Als ze dat soort tegengeluid niet krijgen, zij zoeken ook maar houvast. En ik denk dat wij als verpleegkundigen vaak ja, dingen doen omdat het moet, terwijl we eigenlijk vanuit onze professionele opvattingen denken dat heeft heel weinig zin. Ik zal een grappig voorbeeld geven. Een verpleegkundige die ik ook begeleid bij haar promotietraject, die werkte op de IC. En zij was ook bezig met een aantal van de inspectieparameters. En toen heeft ze gewoon eens de gegevens opgevraagd van haar eigen afdeling over pijn. En vervolgens dacht ze,
waar komen die gegevens eigenlijk vandaan? En toen is ze gaan traceren. Dus het ging over haar eigen afdeling en ze herkende de cijfers helemaal niet. Dus toen is ze gaan traceren van hoe is de inspectie nou aan die getallen gekomen? Nou, we hebben afgesproken dat we het gaan opschrijven, want het was eigenlijk een soort verhaal van een bijna, zou ik zeggen, Sherlock Holmes-achtige... het werd een soort bureaucratie. Dus die getallen waren niet één op één te herleiden uit de klinische praktijk, dus uit de dossiers. Maar die waren eigenlijk op een stafbureau verzameld, via weer allerlei omwegen. Dus eigenlijk die getallen die waren aangeleverd, die waren ook volstrekt onbetrouwbaar. En ik denk dat dat niet uniek was voor dit ziekenhuis en die afdeling. Ik denk dat dat heel vaak zo is, dat het aanleveren van die data voor de inspectie wordt gedaan door stafbureaus die dat met alle goede wil van de wereld proberen te doen. En die moeten roeien met de riemen die ze hebben. Want de getallen die we in de klinische praktijk verzamelen zijn vaak ook heel beperkt. En ja, ik noem het altijd de gatenkaas, hè, want de helft staat niet ingevuld. Maar ook daarin denk ik, als wij als professionals veel duidelijker aangeven wat nou ook in het kader van patiëntenzorg voor ons belangrijke parameters zijn die we kunnen meten, dan helpen we daar de inspectie ook weer mee. Want nu zitten we met elkaar op een gegeven moment in een soort keurslijf van ja, zo doen we dat. Terwijl wij eigenlijk weten van ja, wat is de waarde daarvan? Maar het is heel erg jammer. Dus de ervaring is dat verpleegkundigen bepaalde kennis ontberen en daardoor eigenlijk ook die instrumenten niet goed kunnen gebruiken. Ik kijk even naar de opleiders. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ik herken het wel, het is natuurlijk een algemeen probleem. Er wordt eigenlijk op gereageerd dat eigenlijk daar de laatste jaren heel veel aandacht aan besteed is in de opleidingen. Ik denk dat het misschien ook aardig is om te vertellen dat naar aanleiding van 8 maart de nieuwe beroepsprofielen ook de gezamenlijke hbo-opleidingen met elkaar hebben afgesproken om in de beroepsprofielen staan heel uitdrukkelijk ook al deze problemen in een soort kernset beschreven waar verpleegkundigen gewoon kennis van zouden moeten hebben. En dat de instellingen hebben aangegeven om echt naar de opleidingen te gaan kijken en ook met elkaar, want ik zei ook steeds van het is eigenlijk heel raar, hè? We hebben in Nederland 17 opleidingen die mensen op hbo-niveau tot verpleegkundige opleiden. En in de 40 opleidingen voor het mbo. En al die opleidingen hebben hun eigen curriculum. Nou, ik snap dat niet, want ik denk altijd, ja, we hebben toch één vak. En daar kan best couleur lokaal in natuurlijk. Ieder ziekenhuis is anders, noem maar op. En het zal in Groningen best wat anders zijn dan in Maastricht. Maar wezenlijk moeten we toch met elkaar eens zijn wat je moet kennen en kunnen om als verpleegkundige aan het werk te gaan. En ik vond het dus heel mooi na 8 maart dat in ieder geval de hbo-opleidingen met elkaar hebben gezegd, laten we eens kijken de komende jaren of we een soort kerncurriculum met elkaar kunnen maken en misschien zelfs een stuk landelijke toetsing, zodat voor iedereen duidelijk is wat onze ja, afgestudeerden in huis hebben en dat we dat ook met elkaar kunnen vergelijken. Ik ben het daarmee eens. Ik moet het even herhalen, want anders is het niet. Er wordt opgemerkt dat het binnenschools leren, je kunt alles aanbieden. Maar als het in de praktijk niet terugkomt en als eigenlijk mensen leren toch vooral heel veel in de praktijk, als ze het daar niet tegenkomen, ja, dan blijft het ook niet hangen. Nou, kom weer op het leiderschap volgens mij uit. Maar de combinatie van onderwijslezing nu. Nou, om een lang verhaal kort te maken, die koppeling moet tot stand komen. Jij wou er ook nog even op reageren. Ja, eigenlijk wordt hier aangegeven van ja, ik heb eigenlijk heel veel dingen, zolang je een opleiding doet, ben je er nog mee bezig. Ja. Maar zelfs als je allerlei goede opleidingen hebt gedaan, word je in de dagelijkse praktijk eigenlijk gewoon meer, ja. Maar dan kom je dus op het punt, hè. Ik liet straks een studie zien uit Australië, waarbij verpleegkundigen eigenlijk aangaven van ah, ik heb wat kennis en mijn attitude. Maar ook, ik zit in een omgeving die geen appel doet. En ik denk dat we daar ook met elkaar nu nog in een situatie zitten. Ik zeg altijd, ik heb toevallig vandaag, ik had een interview met het ANP. En daar heb ik gezegd van, en dat hele principe van aantal handen aan het bed is zo achterhaald. Want wij worden natuurlijk toch nog steeds vooral alleen maar gezien als een factor in aantal. En er wordt eigenlijk zelden naar de kwaliteit van wat wij afleveren. En dan kom ik toch weer op dat resultaatgerichte. In wezen, ook als je op afdelingsniveau kijkt, wie heeft er nou last van als op zijn of haar afdeling meer of minder delieren, meer of minder patiënten met pijn,
Ik bedoel, als de lichtduur oploopt, dat hoor je onmiddellijk. Dat zijn dingen die in onze facts en figures spelen of ons ziekteverzuim. Maar onze kwaliteit van zorg is op dit moment nog geen structureel sturingsmechanisme als jij je beoordelingsgesprekken hebt. Dat jij aantoonbaar iets van hoe is jouw kwaliteit? Wat heb je gedaan om die kwaliteit op niveau te houden? Sta je ingeschreven in het kwaliteitsregister? Wat heb je aan scholingen gedaan? En ik ben ervan overtuigd dat dat de komende 10 jaar enorm gaat veranderen. Omdat niet alleen vanuit instituties, maar omdat de maatschappij dat van ons vraagt. Mensen zijn steeds bewuster, waar geef ik mijn geld aan uit? We betalen forse premies voor onze ziektekosten. We betalen forse premies voor onze belastingen. Wat krijgen we daarvoor? We krijgen eigenlijk een product waarvan de kwaliteit niet transparant is. En ik ben er dus heel erg van overtuigd dat we gaan hier in het ziekenhuis met GCI starten. Of daar zijn we eens mee gestart. Maar dat eigenlijk in de hele ontwikkeling van de gezondheidszorg. Ik weet bijvoorbeeld de oudere bonden zijn nu bezig om een label Senior Friendly Hospital te ontwikkelen. Dus die gaan onderzoek doen per ziekenhuis. En die gaan dus wel kijken hoeveel delieren zijn er, hoeveel dit, hoeveel dat. En ik denk dat dat ons de komende 10 jaar heel veel in de kaart zal spelen in termen dat je wel gedwongen wordt om je eigen kwaliteit zichtbaar te maken en ook aantoonbaar bij te houden. Ik denk de laatste reactie. Nou, prachtige slot. Afsluiting van deze bijeenkomst, de opmerking. Uiteindelijk kunnen we ontzettend veel in de praktijk bereiken als de mensen die in de lead zijn, die hier zitten, de mensen die zich met onderzoek en onderwijs bezighouden, ook in staat zijn om die evidentie echt te vertalen naar de praktijk en mensen ook letterlijk de mogelijkheid geven om daar wat mee te doen. Dankjewel Janneke en iedereen nogmaals dank voor komst en aandacht. Succes!